Goed, we gaan verder met Galaten. Dat wil zeggen, ik ben bezig eigenlijk met een onderwerp vanwege het vers Galaten 5 vers 4. En daar spreekt hij over: Christus is u ijdel geworden die door de wet gerechtvaardigd wil worden, gij zijt van de genade vervallen. Nou, daar hebben we vorige keer heb ik daar al een soort inleiding over gehad, daar hebben we het al over gehad. En de basisleer, de genade, wat is nou genade? Wij zijn van de genade vervallen. Nou, dat betekent, je bent uit de genade, uit de verkondiging, de leer van genade vervallen. De gezonde leer. Dus je wordt niet meer geleid door de leer van de genade, zoals Paulus dat verkondigd heeft. Dat is het, heel simpel. En ik vind het zelf heel mooi, juist als je dus in zonde, als je zondigt, dan val je juist in de genade, niet eruit. Ja, dat is nou eenmaal, wij zijn uit genade zalig geworden door het geloof. En niet dat niet uit uzelf en ook niet uit uw werk, omdat niemand roemen. Nou, dat is het in feite. Nou, hebben we gezien, er zijn een aantal redenen waarom men denkt of tegen wil werpen in verband met eens een kind voor God, altijd een kind voor God. Want dat is eigenlijk het onderwerp waar we nu over spreken en volgende week ook. Ik heb een mailtje gestuurd hier en daar. Wie nog wil, kan nog sturen, want die ga ik allemaal gebruiken. Heb ik die mail ontvangen? Ja, oké. Okay. Dus dan weet je. Je hoeft niet te sturen hoor. Het is vrij. Maar ik bedoel, ik heb al aardig wat materiaal binnen. Dus, maar in ieder geval. Galaten 5 vers 4. Dus daar kom ik de volgende keer op. Ik ga eerst dit afwerken. En dan. Dus eens een kind van God altijd. Nou, wat vaak. Een van de eerste reacties die wij natuurlijk krijgen is. Dat is dat. Nou ja, dan heb je een vrijbrief om te gaan zondigen. Ja? Als jij zegt. Ik ben gered, ik ben een kind van God, punt. En ik blijf dat altijd, los waarvan ik doe. Ja, maar als je dit doet, nou, je kent het, oh, dan kan je maar aanzondigen. Dus dat is één grote tegenwerping, dat men zegt, ja, nee, dat kan niet. Dan krijg je een vrijbrief om te gaan zondigen. Hebben we vorige keer over gehad, dus daar ga ik niet weer verder over hebben. Maar het tweede is dus, dat het punt is, dat men denkt, ja, je blijft gered zolang je gelooft. Want als je denkt, ik raak het kwijt, nou, dat moet ergens door komen, ja? Nou, omdat je gaat zondigen bijvoorbeeld. Of... Maar ja, hoeveel zonden moet je gedaan hebben om dan het kwijt te raken, ja? Of eens als ik geloof en ik blijf geloven, maar ja, dan kan je stoppen met geloven en dan ben je niet gered. Of dan ben je het kwijt. Dus je kan het kwijt raken. Nou, die tekst uit Johannes 10, hè? De schapen horen naar mijn stem. En zolang, dat maakt men ervan tegenwoordig tijd, dus zolang je blijft horen... Ze plaatsen dus in de tegenwoordige tijd, hè? Dat is een Arminiaan. Calvinisme en Arminianisme. Nou, ik zei al, wij zijn geen van beiden, tenminste, ik niet. Calvin leert, eens een kind van God, altijd een kind van God. Maar hoe je een kind van God moet worden, dat wordt er natuurlijk niet bij verteld. Dat wordt je gegeven. Wij leren, nee, je moet het aannemen. Nou, dan ben je altijd een kind van God, dan zijn we het eens met Calvin. En wij weten ook, ja, want als je zondigt, of je gaat zelfs in de wereld leven... Of je zou bij wijze van spreken iemand zelfs nog vermoorden, dan ben je nog steeds een kind van God. En dan zegt de Calvinist, no. Dan ben jij toch, dan is het geen ware bekering geweest. Dan heb je niet echt geloofd. Zie je het? Dus daar kunnen wij natuurlijk niet mee eens zijn. Dat leert de Bijbel niet. Calvin leert natuurlijk dat je hebt geen vrije wil. Kijk, en dan komt Arminius, dat is de andere partij. En dat was een gelovige ook, die geloofde, was echt een behouden iemand. En die geloof, die streeft voor de vrije wil. En dan zegt hij, hey, dat is een Bijbels iets. Wij hebben allemaal een vrije wil gekregen om te kiezen. Maar die is ook doorgeschoten. Ten opzichte van Calvin, als ik me goed herinner, is hij hem ook gevraagd om die leer te bestrijden. Maar dat, ik denk dat niet voor 100% waar aan, want dat weet ik niet helemaal zeker... Maar daar zijn die vijf punten ook uit ontstaan, die strijd, vijf punten van Calvin. Maar goed, daar gaan we het allemaal geen college over geven, want daar zitten we hier niet voor. Maar hij strijdt wel voor de vrije wil. Alleen, je hebt de keus, en daar zijn we het mee eens, maar als je eenmaal gelooft, dan ben je een kind van God. Maar hij leerde, als je dan stopt met geloven, dan ben je het weer kwijt. Nou, en daar kunnen wij dus ook niet in meegaan. Dat heb ik vorige keer ook al laten zien. Nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest de belofte. Dus ja, daar kreeg die man die hier toen zat, want zo ben ik eigenlijk een beetje opgekomen om daar me een beetje in te verdiepen.
Die toen zei, ja, ik ben een kind van God, omdat ik geloof en zolang ik blijf geloven. Nou ja, ik blijf altijd geloven, zegt hij. Met andere woorden, toch zijn zekerheid. Ja, maar je hebt wel in je hoofd, zolang ik blijf geloven. Want als ik niet geloof, dan ben ik het kwijt. Dat was zijn rotsvaste overtuiging. Nou, maar dan kom je met de tekst en daar krijg ik ook absoluut geen antwoord op. Nadat gij geloofd hebt, wat doe je dan mee? Zij het verzegeld, dan ben je op dat moment verzegeld. Dus als je zegt, ja, maar als ik stop met geloven, wat doe je dan met die verzegeling? Je bent verzegeld tot de dag der verlossing. Dat kan niet zeggen. Het is onmogelijk gewoon. Dan zou die zegel weer ongedaan gemaakt moeten worden. Maar de Bijbel zegt, ik ben verzegeld met de Heilige Geest tot de dag der verlossing. Dus dat betekent, die is niet meer, dat is een verzegeling. Dat is niet meer ongedaan te maken. Of ik nou geloof niet, of niet. Maar dat geloof is een eenmalige actie geweest. Een fractie van een seconde. Het is net, je doet de deur open van je hart. En een geest... Ik kom gelijk naar binnen. En die sluit gelijk de deur dicht en doet er een zegel op. Boom, klaar. Ja, ik zeg het een beetje grappig, maar het is gewoon wel zo als het gaat. Op dat moment, daarom zei ik vorige week zondag ook. Er zat iemand die de Heer nog niet kent. Legde ik dat ook heel simpel uit. Het is één moment. Als je hier op je stoel zit en je gelooft het. Op dat moment komt Gods Geest hier wonen en ben je een kind van God. Je bent gelijk verzegeld. Allemaal, je weet wel, big flow. Ja? Besneden, inwonend Heilige Geest, verzegeld met Heilige Geest, levend gemaakt en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon Zijne Liefde. Een daad van de Geest op één moment. Nou, dus hij is de rechtvaardiger van degene die uit het geloof van Jezus is. Nou, wij weten wat daarmee bedoeld wordt. Ja? Ik ben uit het geloof van Jezus, maar niet zolang ik blijf geloven. Ik ben dat altijd. En Christus heeft mij gerechtvaardigd. En als ik ben gerechtvaardigd... Kijk, je moet eerst gerechtvaardigd worden. Dus God rekent jou de rechtvaardigheid toe. Boom. En zo, je krijgt bijvoorbeeld... Ik heb een rekening en er staat niks op. En opeens krijg ik een miljoen euro op mijn rekening gestort. Dat is zo mijn rekening. Zo wordt mij de rechtvaardigheid toegerekend. En dan kan God mij eeuwig leven geven. Hij geeft mij pas eeuwig leven als ik de rechtvaardigheid heb gekregen. Nou... Die heb ik gekregen door het geloof. Vanaf dat moment heb ik eeuwig leven. Nou, kijk even mij in Romeinen 4 vers 5. Romeinen 4 vers 5. Werkwoorden zijn belangrijk, maar je ziet, woordstudies bijvoorbeeld in de Bijbel zijn ook heel gevaarlijk. Kan mooi zijn, maar een woord kan bijvoorbeeld in een context staan. En die context staat ook weer in een groter geheel, in een bepaald Bijbelboek. He, dus je moet altijd opletten met dit ook. Ik heb hier bijvoorbeeld Romeinen 4 vers 5. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardig wordt, zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Nou, als je dit gewoon zo puur eruit plakt, knipt, mag ik het zo zeggen, en je zegt, nou, zolang je dus gelooft in hem... Dan wordt jouw geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Maar wij weten vanuit de Bijbel, gelooft in hem, dat is ja, ik heb eenmaal God rechtvaardig. Ieder die gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, dat is God, die rechtvaardigt de zondaar. Ja? En dat doet hij op het moment dat jij gelooft. Maar daar moet je niet van maken zolang jij je leven blijft geloven. Want ik ben gerechtvaardigd op dat moment. Anders krijg je een proces dat God mij mijn hele leven aan het rechtvaardigen is. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Nou en dan, dus dat moeten wij er niet van maken. Dus hier staat het al in de tegenwoordige tijd, maar samen met de teksten van Paulus, ja. Kijk, dan neem je bijvoorbeeld de Romeinen 6 brief erbij, de Romeinen 6 erbij. Of je neemt, ik ben verzegeld met de Heilige Geest. Ja, en dan kom je tot... Het juiste conclusie. Maar als je knip- en plakwerk doet, kijk, dan krijgen wij allemaal gelijk. Iedereen. De ongelovigen zelfs. Je kan ook zeggen, ja, in de Bijbel staat, er is geen God. Dan knip je ook een klein stukje uit een vers uit de psalm, ja? Want het staat voor, de dwaas zegt, er is geen God. Snap je? Dus daarom kan je nooit uit zo'n dingetje een hele leer bouwen. En dat doen wij ook niet. Dus samen met... Die tekst die ik net noemde, zeg je, oh wacht, nee, dat, hij bedoelt, ja, hij rechtvaardigt de goddeloze en zijn geloof wordt gerekend tot rechtvaardigheid. En hier zie je ook duidelijk werk,
Geloof is geen werk. Ja? Geloof is geloof. Dus men zegt wel eens, ja, de Calvinisten ook, geloof is een werk. Nee, er staat degene die niet werkt, maar gelooft in hem. Het zijn twee tegenovergestelde dingen. Nou, en dan komen we natuurlijk met het bekende tekst, Matthäus 24, vers 13. Ja? Nou, laten we daar eens even heen gaan. Die wordt natuurlijk, dus, eens een kind van God, altijd een kind van God. Dat is, omdat men zegt dan, ja, de schrift leert dat. Niet. Die leert juist dat je het kwijt kan raken. Dat is. Alleen zijn we met studie bezig aan het vertalen. Die heb ik een keer gevonden, die had ik altijd bewaard. Over, is het schriftuurlijk? Nou, dat moet het ten eerste zijn. Maar het gaat er niet om of het alleen bijbels is, schriftuurlijk. Maar is het ook volgens de bedelingen? Helaas, wij moeten in het Nederlands zeggen, volgens de bedelingen. In het Engels kan je zeggen, is het dispensational? Heb je één woordje. Maar goed, dat wordt ermee bedoeld. Is het volgens de bedeling? Dat is het belangrijkste. Het moet schriftuurlijk zijn. Nou, je kan alles wat je uit de Bijbel haalt, is schriftuurlijk. Maar is het volgens de bedeling? Daar moet je op letten. En daar slaan de mensen natuurlijk de plank dan mis. Want ik had het net over die David Corliss. Nou ja, die had ook heel Bijbelstudies. En die zag dingen om zich heen. Waarvan hij dacht dat is een vervulling van profetie uit de Bijbel. Die dacht dat hij in openbaring leefde. Maar hij is niet de enige die dat denkt. Hè? Er zijn er velen die dat denken. 1000 jaren gelijk. Dat mag bijvoorbeeld ook weer niet geleerd worden in sommige kerken. En ga maar door, ga maar door. Maar als je het woord en waarheid recht snijdt, kijk, dan krijg ik verstand in alle dingen. Nou, en hier ook hebben we zo'n tekst, 24 vers 13. Matthäus 24 vers 13. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Nou, hoe vaak heb ik dat niet gehoord, dat mensen dat zeggen, ja? Dus je moet volharden, je moet blijven geloven, want zo wordt het natuurlijk uitgelegd, ik zou niet weten hoe het anders. Blijf geloven tot het einde. Ja, wat is dan het einde in dit vers? Ja, hier spreken wij, let op, in de context, is in de grote verdrukking. En hij zegt, dit is geen geestelijke, want we hebben ook een onderwerp een keer gehad over redding, hè? Zaligheid. Maar behouden, ja, je kan op verschillende manieren ergens van behouden worden. Ik kan behouden worden van een verkeerde leer. Of als je ouders, als kind zijnde, heeft mijn vader me ook wel eens gewaarschuwd. Bijvoorbeeld, ik weet nog goed dat ik een keer een vriendin had. Die nam ik, nou, ik nam ze niet zo vaak mee naar huis, maar toen nam ik een keertje een mee naar huis. En toen was die weg. Had ik ze naar huis gebracht. Ik zou ze naar huis brengen, nou weet ik het weer. En ik weet nog goed, mijn moeder was er niet en mijn vader had wat eten gemaakt. Nou, we gingen het allebei een beetje opruimen. En mevrouw die bleef op de bank zitten, pontificaal zo. En hij had er al een beetje gehoord en gezien hoe ze was. En toen in de keuken zette tegen mij. Moet dat zo worden? Moet dat zo worden? Nou, het is er niet geworden. Gelukkig. Maar die heeft mij bijvoorbeeld ook gewaarschuwd. En als ik luisterde in dat geval, nou ja, ik zag zelf wel dat het niks was, maar mijn vader gaf ook zijn oordelen. Hè? En in die zin, heb hij mij dan zeg maar behouden voor de verkeerde vrouw. Dus je hebt behoudenis op verschillende gebieden. En hier spreekt hij over behoudenis, geen geestelijke behoudenis, maar een fysieke behoudenis. Wie volharden zal tot het einde. Kijk, in de context, als we kijken naar vers 21 en 22. Kijk, in vers 15 zie je. Eerst zie je de gruwel der verwoesting. Daar heeft Daniel over gesproken. Zie je het? Dat is het antichrist met dat beeld wat daar in Jeruzalem gezet wordt. Dat is de context. Nou, en dan kijk je in vers 20. Doch bid dat uw vlucht niet geschieden des winters, nog op een sabbat. Want als dan zal, kijk, grote verdrukking wezen, hoedanige niet geweest is. Van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen wat? Vlees zou behouden worden. Maar om de uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. De context is hier dus die grote verdrukking van 7 jaar. Hij zegt wie volharden zal tot het einde. Dus die in leven zal blijven. Want niet hele kleine kudde, iedereen komt om. Er zijn er ook die in de woestijn worden bewaard door God. Ja, in de woestijn.
En dan zal hij hun voeden. Maar je hebt ook gelovigen die buiten Israël rondom nog wonen of verderop in de wereld. Ja? Er zijn verschillende facetten in. Maar die volharden zullen, hè, zullen blijven, die ze in leven zullen blijven tot het einde van die grote verdrukking, ja, die zal behouden worden. Dat wil zeggen, die gaat het koninkrijk in. Want hier zie je ook, als die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden. Wat wil je daarmee zeggen? Nou, de antichrist stelt toch een vervolging in? Ze zullen vervolgd worden. Met andere woorden, hij zegt hier, het zal zo erg worden, dat als de grote verdrukking bijvoorbeeld 10 jaar zou duren, dan zou iedereen omgekomen zijn. Nou, hier zie je dus een voorbeeld. Let op de context. Snijd het woord der waarheid recht. Dit is niet voor ons. Dit gaat niet over een geestelijke redding, maar over een fysieke redding. Ga ook met me mee naar Hebreeën 3 vers 6. Hebreeën 3 vers 6. Brief van Hebreeën geschreven aan de Hebreeën. Zo moeilijk is het niet, ja? En niet de christenen uit het lichaam, de joden uit het lichaam van Christus. Want dat wordt vaak gezegd, hè? Maar, 3 vers 6, bladzijde 13, 22. Maar, Christus als de zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn, dat is Israël, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. Nou, je hebt weer hetzelfde. Tot het einde behouden. Wat is dat? Dat is ook weer het einde van de grote verdrukking. Want die brief is geschreven aan de Joden, de kleine kudde. Het is de leerbrief over het kruis voor de kleine kudde. Er is nu geen kleine kudde. Die komt als wij weg zijn. Maar wat gebeurt er als wij weg zijn? Dan komt die verdrukking komt dan. En zij gaan deze brief lezen. En zij... Hij zegt ook, tot het einde vastbehouden. Kijk ook in vers 14. Want wij zijn Christus deelachtig geworden, wij, de Hebreeën, zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vast behouden. Nou, we gaan verder niet over de leer daarin spreken, maar ook hier spreekt hij weer over, en mensen lezen dat, als dan. Dus als ik het niet vasthoud tot het einde, ja dan ben ik dus... is afgelopen met me. En daar is natuurlijk Hebreeën 6, natuurlijk een van de teksten die gebruikt wordt om te laten zien dat jij geen kind van God blijft. Ja, dat zeg ik niet goed. Maar dat het dus, je moet blijven geloven en niet in afvalligheid, denkt men natuurlijk ook over van, nou ja goed, dat ik niks meer met geloof doe, dat ik gewoon mee stop. Nou, wat zie je dan staan? In vers 4, Hebreeën 6 vers 4. Want het is onmogelijk degene die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben en des Heilige Geestes deelachtig geworden zijn. Wie zijn dat? Nou, jullie weten het. Spreekt hij over Pinksteren? Ja? En ze hebben het gezien, ze hebben het geproefd. Als jij staat in de grote mensenmassa, ja? En ik noem wat, je bent bij een concert en iedereen is enthousiast. Jij staat ertussen. Misschien vind je het wel niet zo mooi, dat zou kunnen. Maar je staat ertussen. En je ziet het allemaal over je heen komen, je gebeurt, er zijn er middenin. Nou, dan heb je het gezien, je hebt er ook, je hebt als het ware van geproefd en gesmaakt, hoe die sensatie, hoe dat allemaal is. Zo was het ook met Israël, want niet iedereen met Pinksteren heeft het aangenomen. Maar een gedeelte maar. Maar ze hebben allemaal er wel van gesmaakt. Ze hebben wel die tongen gezien. Ze hebben wel gezien dat de Heilige Geest is uitgestort. Dat hebben ze allemaal gemerkt en geproefd. En verlicht, dat staat er. Maar dat wil niet zeggen dat je behouden bent, hè, als je verlicht bent. Weet je, als jij het... Jij hebt het evangelie aan iemand verteld, hè? Nou, daar had hij misschien nog nooit zo van gehoord. Hij heeft van jou verlichting gekregen. Maar is hij nou al gered? Nee? Want de Heilige Geest verlicht ook mensen, hoor. Ook ongelovigen. Omdat jij vertelt, kijk, zo zit het. Je bent een zondaar en zo. En dan weet hij het wel, hoor. En dan weet hij wat... Hij heeft het evangelie van zijn zaligheid gehoord. En dan moet hij het ook nog aannemen. En dan moet hij kiezen. Dus verlichting is niet, wil niet altijd zeggen, ik ben behouden. Kijk, en dan zie je in vers 5, en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw. Dat hebben ze allemaal gezien. En dan, afvallig worden, die zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zich de zonen Gods wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Nou, ze hebben het gezien en ze hebben het niet aangenomen. Denk bijvoorbeeld Stefanus.
Christus wordt ook verkondigd door de kleine kudde in de grote verdrukking. Nou, degene die het niet aannemen, die de antichrist aannemen, wat krijgen die? Het merkteken. Kan je dan nog gered worden? Antwoord is nee. Dus hier zie je ook weer, hé jongens, dit wordt gebruikt voor gelovigen, dat zij een behoudenis kunnen als je het eenmaal afvallig bent geworden. Kijk hier, als je een Arminiaan bent, een Arminiaan gelooft van, als je stopt met geloven, dan ben je het kwijt. Maar als je weer gaat geloven, dan krijg je het weer, toch? Als je er heel nuchter tegenover staat en over nadenkt, denk je, dat is natuurlijk een krankzinnige gedachte. Want hoeveel, dat betekent, ja, zo, dan kan je zo, dan ben je een kind van God, dan weer niet. Maar als je deze tekst leest, hè, dan weet iemand die gelooft zoals Arminius dat leert, je moet blijven geloven om gered te blijven, maar als je stopt, maar als je dan weer gaat geloven, krijg je het weer terug. Deze tekst sluit het uit. Want hier staat, als je eenmaal afvallig bent geworden, is het onmogelijk dat je opnieuw tot bekering komt. Zie je dat? Zie je dat de Bijbel, is het duidelijk wat ik zeg? Er staat hier, ze hebben het gesmaakt. Ja? Dus in de leer van je moet blijven geloven, dan ben je gered. Als je stopt met geloven, dan ben je het kwijt. Maar als ik weer ga geloven, dan heb ik het weer terug. Nou, deze tekst zegt, en afvallig geworden zijn, zie je het, wederom te vernieuwd tot bekering. Dat kan dus niet. Dus iemand kan zeggen, ik moet blijven geloven en ik ben gestopt, maar ik ga weer geloven, kijk het weer terug. Volgens deze tekst kan dat niet. Het is onmogelijk. Misschien is het verwarrend, maar als je denkt, hé, wacht even, deze tekst is helemaal niet van ons. Dit heeft te maken met wat Johannes noemt de zonde, de doodzonde, de zonde tegen de Heilige Geest. En die is niet voor ons in het lichaam van Christus. Dus ja, het wordt wel gelinkt, ja, met volharden tot het einde. En als je dat niet doet en je wordt afvallig, nou, dan ben je niet meer in staat om terug te komen. Nou, wat leert de Bijbel bij ons? Wat leert Paulus bijvoorbeeld aan ons? Als wij, ja, wij in zonde zijn gevallen, of iemand die tegenstaat, en dan zegt hij dat wij moeten, hij roept ook de Korintiërs bijvoorbeeld op. Nou, die hadden een vleeselijke wandel. En dan roept hij ze op, ze moeten zich bekeren. Toch? Dus wij als gelovigen in het lichaam van Christus zijn in staat om onszelf weer te bekeren. Deze tekst sluit dat uit. Want als de gelaten, die waren toch naar een andere evangelie? Nou, wat roept hij hun op? Die hele brief is geschreven om hun te corrigeren dat ze weer terug naar de genade gaan. Volgens tegen deze, dus ze waren, hij noemt ze zelfs, als je naar een andere evangelie bent, dan ben je vervloekt, je bent uitzinnig. Jullie zijn van de genade vervallen, zegt hij zelfs. Met andere woorden, je bent afgevallen. Dus als je dit samen gaat lezen met gelaten, dan ben je dus uit die genade vervallen. Je bent niet meer, je kan niet meer teruggebracht worden, je kan je niet meer bekeren. Zie hoe belangrijk het rechtsnijden van het woord de waarheid is. En daarom zeggen mensen, ja, het staat in de Bijbel, ze gebruiken teksten uit de Bijbel. En dan zie je, als je niet woord en waarheid niet rechtsnijdt, kom je compleet in verwarring en dan is je zekerheid is weg. Onder andere door dit soort teksten te gebruiken. Want die wordt ook vaak gebruikt. Tegen mij is ook een keer gebruikt, en daar kom ik een andere keer nog wel op, niet nu. Over die olijven met die takken die eraf gehaald worden, ja. Uit Romeinen 11. Wordt ook gebruikt om te leren dat je behoudenis kan verliezen. Dus ja. En dan heb je natuurlijk, ik heb die tekst net al gelezen, met Paulus dat hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Dat is 1 Timotheus, 2 Timotheus 4 vers 7. Ik heb het geloof behouden. Ik wil die tekst toch even aanhalen. Wat dan geleerd wordt. Ik heb het geloof behouden. Nou, wanneer heeft Paulus dan dat geloof gekregen? Ik heb het net eigenlijk al gezegd. Ja, dat is toen hij op weg naar Damascus was. Heeft hij de bediening gekregen. Dat staat in Handelingen 20. Ja, 20 vers 24. Ik heb het geloof behouden. Daarom zegt hij dat. Ik heb dat eenmaal gekregen. Het is niet mijn geloof. Het is het geloof wat ik verkondig. Het geloof van Christus. Het is de gezonde leer. En dat heb ik al die tijd behouden. Nou, toen die man hier ook was. Ja, dat hij ook zei. Dat haalde hij elke keer aan, die tekst. Je moet het geloof behouden. Je moet het blijven behouden. Maar dan spreekt hij over zijn persoonlijk geloof. En ik zeg, nee. Oh, ik ben zo blij dat ik, dat het niet van mij afhangt. Ik geloof wel ergens in natuurlijk. In de gezonde leer.
Maar mijn behoudenis hangt af niet van mijn geloof, maar van het geloof van Christus. En dat geeft mij zoveel rust. Ik heb niet iets van ja, als dan. Ik hoef niks te doen om de vrede met God te blijven behouden. Wat doe jij om de vrede met God te behouden? Nou, helemaal niks. Want dat is al geregeld. Ik praat nu alleen nog maar over de vrede van God in mijn dagelijkse ervaring. Dus ja. En dat is natuurlijk niet wat ze zien. En kijk, in Handelingen 24, laten we nog even kijken. 20 vers 24. Daarom las ik hem in het eerste gedeelte ook die tekst niet. Omdat ik wist dat ik hem nu zou gaan lezen. 20 vers 24. Kijk. Maar ik acht op geen ding, nog houd mijn leven dierbaar voor mijzelf. Nou, dat is ook duidelijk, want als hij zegt, ik heb het geloof behouden, dan zit hij daar en hij zegt, ja, ik word tot een drankoffer geofferd. Hij weet, vanwege deze verkondiging ga ik de dood tegemoet. Kijk, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen en de dienst welke ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te betuigen het evangelie der genade Gods. Zie je, de dienst die ik van de Heer Jezus ontvangen heb. En dan, wat gaat hij daar betuigen? Het evangelie der genade Gods. Nou, en dat heeft hij ontvangen op het moment dat hij gered werd. En Paulus zegt, en dat heb ik die loop met blijdschap volbrengen. Dan kijk, als je kijkt in vers 27. Ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad Gods. Zie je? Al de raad van Gods heeft hij aan hun gegeven. En dat is hij blijven doen. En dat is waar Paulus over spreekt. Ik heb het geloof behouden. En dat is, hoop ik, wat wij ook met elkaar hier doen. Nou, gaan we naar 1 Korinthe 9. En dan zegt hij het in andere bewoordingen. 1 Korinthe 9 vers 24. Weet gij lieden niet dat die in de loopbaan lopen? Kijk, hij zegt, ik heb de loop beëindigd. In Handelingen lazen we net over zijn loop. En niet spreekt hij over de loop. Weet gij niet dat die in de loopbaan lopen? Paulus liep erin, maar wij lopen er ook in. Allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt, loopt alzo dat gij die moogt verkrijgen. Dus iedereen het lichaam van Christus kan een prijs krijgen. Maar wat, let op. En een iegelijk die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Deze dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. Ik loop dan al zo niet als op het onzekere, ik kamp al zo niet als de luchtslaande. Maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. Als jij denkt, van ik moet blijven geloven, want anders, dan ben ik verwerpelijk. Als jij hier, wat bedoelt Paulus hier? Waar spreekt hij over? Hij spreekt hier niet over zijn behoudenis. Hij spreekt over zijn gehoorzaamheid aan het geloof. Het geloof te behouden, te wandelen, te blijven verkondigen. Maar ook, hij verkondigt het niet alleen, maar hij leeft het ook. En dan spreekt hij niet over zijn behoudenis. Hij spreekt hier over het loon. De prijs. Maar je ziet ook weer, je kan het uitplukken. Hij is verwerpelijk. Maar wij lezen in zijn geheel van de brief van Paulus. En dan weten wij, ten eerste weet je, ik ben gered en ik blijf gered. Dat weet ik op basis van verschillende teksten. Dus wat moet hij hier dan bedoelen? Hij kan niet verwerpelijk zijn, dat is onmogelijk. Verwerpelijk aangaande het geloof dat hij dus af zou wijken van deze boodschap. En dat is het verwerpelijk zijn. Dus niet het geloof dat ik zelf verwerpelijk word. Dat wil zeggen, wanneer verwerpelijk, voor de rechterstoel van Christus. Want daar gebeurt het, hè. Daar wordt het beoordeeld wat je hebt goed gedaan in verband met de gezonde leer of kwaad hebt gedaan. Dus dat is waar. Door wat heb ik mij
laten leiden in mijn geestelijk leven, in dit leven? Nou, wil je verwerpelijk zijn of wil je de prijs ontvangen? Dus dat je aangenomen wordt, zeg maar. Maar nogmaals, niet in verband met je behoudenis. Nou, als je niet recht snijdt en men plukt dat eruit, wordt dit gebruikt om te laten zien, kijk, je moet blijven lopen en dan krijg je die prijs. Maar wat is die prijs dan? Ja, dat is dat eeuwig leven dan schijnbaar in hun ogen. En anders krijg ik die prijs niet en dan ben ik verworpen en dan ga ik voor altijd in het eeuwige vuur. Met andere woorden, wat wordt dan vaak gezegd? Waardoor gaat men verloren? Waardoor gaat men nou verloren? Er wordt vaak gezegd dat ongeloof is de zonde waardoor men verloren gaat, toch? Maar is dat zo? Zegt de Bijbel dat ook? Kijk, wij kwekken dat na. Ik bedoel, dat ik ook. Ja? Totdat je het een keer van iemand hoort, of je leest het, of je gaat zelf goed studeren en denken, hé, is dat eigenlijk wel zo? Wij nemen gauw iets aan zonder eigenlijk na te denken goed van, hé, klopt het eigenlijk wel? Zegt de Bijbel dat ook wel? Waar staat dat dan, dat je door ongeloof verloren gaat? Niet weet mag het zeggen. Ik weet geen tekst. Ik weet geen tekst. Ik weet wel teksten. Kijk, Galaten 5 vers 19. Huh? Neem de zonde dat hij het ongeloof. Waar staat dat? Nou, kijk maar mee. Galaten 5 vers 19. Nou, dat weten allemaal. Tot en met 21. Ik ga ze niet voorlezen allemaal. Dan zie je dus de werken van het vlees. En aan het einde van vers 21, wat staat daar? Dat die zulke dingen doen, het koninkrijk gods niet zullen beërven. Dus wie beërft het koninkrijk gods niet? Die dit soort dingen doen. Mensen die zonden doen. Dat staat er. Ja? Ik ga, loop eens even gaan met jullie door en dan 1 Korinthe 6. Om het even te laten zien. Dat Paulus nergens zo spreekt. Ik snap wel waarom hij dat zegt natuurlijk. Ja, jullie bedoelen allemaal, en ik ook, als je niet gelooft dat Jezus stierf voor je zonde en is opstaan voor je rechtvaardigheid. Dat is eigenlijk waarom je verloren gaat, toch? Dat wordt daarmee bedoeld. Dat is de zonde van het ongeloof. Maar ja, toch staat het niet zo in de Bijbel. Ongeloof is niet de zonde waardoor je verloren gaat. 1 Korinthe 6 vers 19, wat staat daar? Of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk gods niet zullen beërven? Dwaalt niet, nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieren, dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, geen lasteraars, geen rovers, zullen het koninkrijk gods beërven. Zie je? Dus hier staat ook niet van. Dat je door, het staat niet in het lijst van ongeloof. Dan kan je zeggen, ja, nee, maar ze geloven niet. Nee. Maar degene die het niet zullen beërven, dat zijn degenen die dit soort dingen doen. Colossenzen 3 vers 6. Colossenzen 3 vers 6. De toorn van God komt ook over de kinderen der ongehoorzaamheid, spreekt hij ook over. Ja? Colossenzen 3 vers 6. Nou. Ik dacht dat het staat hier. Kijk, vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid. Welke is afgodendienst, om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zie je, de toorn van God komt over degene die dat soort dingen doen. Nou, naar de laatste, Openbaring 21 vers 8. Openbaring 21 vers 8. Nou, daar spreken we dus wel over de mensen die erin zitten, ja? Openbaring 21 vers 8. In vers 7 lees ik, die overwint zal alles beërven en ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Nou, dan zie je dus de poel des vuurs, wie daar zitten, ja. Maar de vreesachtigen en de ongelovigen, hier staan de ongelovigen, zie je dat? En gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver, hetwelk is de tweede dood. Dus je ziet hier de ongelovigen in het rijtje tussen de hoereerders en tovenaars en afgodendienaars. Het is apart eigenlijk dat je dat apart ziet, want die zeggen dat zijn dan toch allemaal ongelovigen, of niet zo? Ja? Nou, uiteindelijk, het is vanwege de zonde, ja, dat men verloren gaat.
En Paulus spreekt tegen ons dat wij waren eens ook zo onrechtvaardig. Ja? En als je kijkt in Titus, en dan sluit ik af, bijna. Titus. Dus ja, kijk, Titus 3 vers 5. Kijk, dus als je niet gelooft, ja, dat is dan eigenlijk in die beleving eigenlijk, dat je niet gelooft, is dan de zonde van ongeloof waardoor je verloren gaat. Terwijl de Bijbel heel duidelijk spreekt over die dat soort dingen doen. Ja? En om gered te worden, ja, dan moet je natuurlijk gaan geloven. Dat snap ik wel. Ja? In het volbrachte werk van de Heer Jezus, dat is hier voor je zonde aan het kruis. Maar waardoor mensen in de hel komen, ja, is omdat zij zondaars zijn. Omdat ze een hoereerder zijn. Omdat ze een dief zijn. Omdat ze een leugenaar zijn. Om wie zij zijn. Ja? En ze hebben het evangelie natuurlijk niet aangenomen. Even kijken hoor. Titus 3, vers 5. Kijk, nu gaat het even over ons. Als wat mensen zeggen, ja, je moet blijven geloven. Maar wat staat in Titus 3, vers 5? In vers 4, maar wanneer de goede tierenheid van God, onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt. Niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes. Wat is dat? Heeft ons zalig gemaakt. Heeft gemaakt. Nou, ik heb van de week ook een vloer gelegd. Vrijdag heb ik de vloer opgeleverd. Ik heb daar een vloer gemaakt. Ik ben klaar. Ja? Het is voltooid verleden tijd. Dus met andere woorden, hij heeft ons zalig gemaakt. Hij moest ons wel zalig maken, ja? Dat is zeer zeker. Maar dat is voltooid verleden tijd. Kijk, hij maakt je zalig nadat het woord de waarheid aan ons verkondigd is. Nadat gij geloofd hebt. Harry las net 1 Korinthe 1. En ik dacht, oh, dan gaat hij die tekst lezen precies die ik wil lezen. Maakt niet uit hoor. Maar kijk, gaan we even naar 1 Korinthe 1 vers 17. Hier staat, heeft ons zalig gemaakt. Ja? Nou, dat is een weerlegging ten opzichte van de Calvinistische leer, maar ook de Arminiaanse leer. Ja? Dus de een zegt, oh, dan moet je gegeven worden. En de ander zegt, nee, ja, je moet het aannemen, maar je blijft een kind van God zolang je gelooft. Nou, wat staat hier in 1 Korinthe 1 vers 21? Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Goden behaagd door de dwaasheid de prediking zalig te maken die geloven. Dus met andere woorden, Paulus heeft het evangelie van Gods genade verkondigd. En iemand die het gelooft, wordt dus zalig gemaakt. Ja, dat staat hier duidelijk. Dus dat wil niet zeggen, je bent al gered. Je bent al uitverkoren voor de grondleggende wereld zoals de Calvinistische leer dat bedoelt. Nee, jij moet dit evangelie aannemen en op dat moment door die prediking word jij zalig gemaakt. Nou, en dan lees je net samen met Titus 3, wat staat daar? Heeft ons zalig gemaakt. Dat zijn degenen die het hebben aangenomen. Met andere woorden, ik ben zalig en ik blijf ook zalig. Eens een kind van God, altijd een kind van God. Het geloof is mij niet gegeven, het is geen werk. Ik heb het geloofd wat hier staat. En toen ben ik zalig gemaakt. En Titus 3 leert duidelijk, ik ben zalig gemaakt. Ik ben het en ik blijf het. Dus ja, dan kom je natuurlijk op de tekst met Efeze 1 vers 13. Nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld met de Heilige Geest en Zoon der verlossing. Nog één tekst, dat is 2 Timotheus. En dat is ook omdat men zegt, ja, de Bijbel. Men gebruikt teksten, maar men gebruikt de teksten helaas buiten zijn verband of omdat men het woord en waarheid niet. Het komt allemaal uiteindelijk voort omdat men het woord en waarheid niet recht snijdt. En als we kijken naar 2 Timotheus 2 vers. Nou ja, vers een beetje in zijn verband lezen. Daarom in vers 11. Dit is een getrouw woord.
Indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Dat is onze behoudenis. Dat is de voorwaarde. Als je gestorven bent met hem. Dus dat is de doop in zijn dood. Dan zullen wij ook met hem leven. Nou, we weten, Christus sterft niet meer, dus wij blijven met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Ja, wat is ontrouw zijn? Kijk, als je getrouwd bent, een huwelijk is een verbond. Ja? En wat doe je met zo'n verbond? Nou, wij zijn getrouwd en we hebben allebei ja gezegd. Paul kan namelijk hier misschien wel zeggen, ja, vandaag is nee. Maar dat blijft, dat zegt ze trouwens niet. Waarom niet? En ik ook niet. Omdat wij geloven nog steeds, ja, op het moment toen wij hebben ja gezegd, we geloven nog steeds in elkaar. Dat is, en daarom blijf je, je bent getrouwd, blijf je trouw om elkaar. Dat is het verbond, dat is ook verantwoordelijkheid. Ja, maar dat is dus, trouw heeft ook met geloof te maken. Ja, in het Engels staat er, als wij niet geloven. Maar dat is geen verkeerd woord, want ontrouw, dat betekent, ken je dat liedje dat van André Hazes? Zij gelooft in mij. Ja, dat is het huwelijk ook, ja. Je gelooft in elkaar. En dan blijf je ook trouw. Als men niet meer in de ander gelooft, wat gebeurt er dan? Dan krijg je een scheiding. Ja, ontrouw. Scheiden, dan gaan we uit elkaar. Trouw is bij elkaar blijven. Ontrouw is ga je uit elkaar. Of men gaat ontrouw, dan gaat men overspel en dan alsnog. Maar dat komt omdat je niet meer in die ander gelooft. Nou, en dan zie je, maar hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Dus wat zegt men? Ja, dit is een weerlegging erop. Al zouden wij dus ontrouw zijn. Al zouden wij dus stoppen met geloven. Ja? Want dat kan je zo zeggen. Al stoppen wij met geloven. Hij zal het niet mee stoppen. Hij blijft getrouw. Want wij kunnen onszelf wel verloochenen natuurlijk. Want wie ben ik? Ik ben een heilige. Dus als ik stop met geloven, dan verloochen ik mijzelf. Maar hij blijft getrouw. Zie je dat? Dus al stoppen wij met geloven, hij blijft wel getrouw in ons. Daarom, mijn behoudenis zit ook niet in mijn geloof, maar in zijn getrouwheid. En als je er dan over nadenkt, hè, wat zegt hij in Efeze 5, vers 30? Wij zijn leden, wij zijn van zijn vlees en van zijn benen. Zegt hij in Efeze 35, spreekt over het huwelijk en over het lichaam van Christus. En wij zijn vlees van zijn vlees en been van zijn benen. Nou moet je nagaan, als jij stopt met geloven, zegt ik ben dan niet meer gered. Wat gebeurt er dan? Dan, nou we hebben het met bed met zijn been amputeren. Maar als God, als Christus ons dan zou verwerpen, ja, wat doet hij dan? Dan amputeert hij een lid van zijn eigen lichaam. Dus als jij nou toevallig net die hand bent, en je gelooft, ik stop met geloven en dan ben ik niet meer gered, dan zou dus die hand, zou Christus zijn eigen hand moeten amputeren. Snap je? Nou, wie amputeert zijn eigen hand? Dat doet toch niemand? En dat is het punt, ja? En dat is niet zo. En dit is de laatste tekst, en dan stop ik, naar Hebreeën 9 vers 12. Dat vind ik altijd een heel mooi, sterk vers. Wat mij altijd, ja, ik weet, het is aan de Hebreeën geschreven, maar toch, op zich, het is een algemene waarheid. Kijk, het spreekt over Christus, ja, die is in de hemel, heeft hij zichzelf aan de Vader laten zien. En dan zie je, in vers 14, 9 vers 14. Maar met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Ik zocht eigenlijk een eeuwige verlossing. Oh, ik zit in de verkeerde, ik zit in 10, zie je het? Ik dacht al, 9 vers 12 zei ik, hè? Ja, vers 11, maar Christus, de hoge priester, der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaaktere tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan, eenmaal in het heiligdom, en dan een
eeuwige verlossing teweeggebracht hebben. Eeuwige verlossing. Dus als jij bent rechtvaardig gemaakt en je bent verlost van je zonde, en hij zegt hier een eeuwige verlossing, dan kan je toch niet zeggen, volharden tot het einde en dan zal je zalig worden. Want dat betekent dat je het niet 100% hebt. En als ik stop met geloven, dan ben ik het kwijt. Nee. Ik heb een eeuwige verlossing. Die verlossing is eeuwig. Op het moment dat ik geloofde, tot... Ik ben daarmee verzegeld. En dat is een kwestie van geloof. Het heeft allemaal niks met mij te maken. Het is allemaal wat Christus voor mij gedaan heeft. Zullen we eindigen in gebed? Vader, ik wil u danken voor deze dag. We danken u nogmaals, Vader, voor het werk dat u aan het kruis hebt gedaan. U hebt een eeuwige verlossing voor ons bewerkt. We hebben een hoop teksten gezien, Vader. En die teksten kunnen allemaal gebruikt worden, maar ook in buiten hun, uit hun verband gerukt worden. Dat we altijd daarvoor waken, Vader, om het altijd in het geheel te zien binnen de brieven van Paulus. Ja. En dat wij dan de verbanden ook zien. En dat de ene tekst ook de andere ondersteunt. En vooral omdat wij het woord en waarheid wegsnijden. En dan blijven wij die zekerheid behouden, Vader. Als we daarvan afwijken, dan komt de onzekerheid. En vaak, helaas, worden die teksten ook gebruikt, Vader. Maar we willen uw woord rechtsnijden en op de juiste manier gebruiken. En dat is ook omdat u dat wil, maar het is ook omdat het goed is voor ons. En dan zullen wij ook gesterkt zijn door uw genade in dit leven staan. En weten we ook dat het niet afhangt van ons, onze behoudenis. Maar puur vanwege wat u gedaan hebt voor ons. En daar houden we ons aan vast. En dat geeft ons ook kracht en stabiliteit in ons leven. En daar dank u ook voor. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Oké, dan zingen we dat lied nummer... Was het nou 30?